Hier moet ik zijn, hier ligt de plaquette. En daar staan de jaartallen op. 2005. Mirador del Fomet à Son-Amer. Nou, wat gaan we hier bekijken? Dit is wel een heel mooi punt. Kijk, dat is het klooster daar in de verte. Goh. Hier ook die kalksteenrotsen, waar ook die kameelkers ligt, die kameelberg, die ligt daar ook ergens. Ja, dan heb je weer zoiets, hier kom ik alleen als ik dat spelletje speel, want dan moet ik nog iets voor oplossen, maar goed. In ieder geval is weer een topplek hier en het is weer genieten. En ik ga straks weer terug naar het klooster. Nou, ga eens op zoek naar de cache. Hij moet ergens in een spleet liggen. Hé, hey, kijk eens. Ik zie een paar steentjes. En volgens mij ligt hij daar netjes achter. Even losmaken. Kijk eens, daar komt hij. Dat is hij. Gevonden. De Mirador Son-Amar heet die. Son-Amar, dat is de naam van de refuge, maar daarachter ligt dus het klooster. Nogmaals, als ik dat spel niet speel, dan kom ik hier van mijn levensdagen niet. En het gaat natuurlijk ook om het prachtige uitzicht wat we gezien hebben hier. En je ziet, ik ga hem weer netjes terugleggen. Steentjes ervoor. Zoals het hoort. Zo. Perfect. Nou, hier zien jullie een plaats waar vroeger sneeuw werd bewaard. En dat haalden ze dan in de zomermaanden of in het voorjaar eruit. Hè. Dat namen ze naar beneden als drinkwater. Je kan het je niet voorstellen, maar dat is echt zo hier gebeurd. Dus in die kuil daar lag sneeuw, daar bewaarden ze sneeuw in. En dat bleef heel lang koud en dat namen ze mee. Nou, ik vervolg mijn weg weer. Ik kwam er net een Duitser tegen, die loopt heel die route ook. En die slaapt gewoon op de grond, notabene. Nou, daar moet je toch niet aan denken. Maar... die heeft nog een hele lange weg te gaan. Mooie mensen. Ben je toch één met de natuur? Ze hebben de wegen vrijgemaakt. Die zien overal hoopjes hout liggen. Want er is heel wat omgevallen. Maar ze planten ook gelijk weer nieuw aan, zie ik.